De Partij Luhur is voorstander van het heractiveren van de terugroepwet, benadrukte voorzitter Paul Somaharjo vanmorgen tegenover journalisten. Somaharjo stelt dat het belangrijk is dat de wet wordt ingesteld zodat volksvertegenwoordigers niet omgekocht kunnen worden. Alle partijen die zich bezighouden met de politiek, een beroep doen of misschien een nieuwe wet indienen. Met amendementen, dus de kieswet, de terugroepwet van 2016, amenderen en eventueel intrekken. Dan willen wij de terugroepwet, die van 2005, die samengesteld zijn door de NPS, de VHP, de SPA, de PL, de DA91, laat terug op leven geven. Met amendementen. Belangrijk is voor ons. Niemand moet omgekocht kunnen worden. Het zwart geld mag niet prevaleren. Het zwart geld mag ons niet de baas zijn. De stem van het volk is belangrijk. Daar wil ik ingaan. En daarom ben ik blij dat ik dat aan het volk kan doorgeven. Somaharjo geeft verder aan dat binnen elke partij verraad plaatsvindt. En het volk daarom beschermd moet worden middels de terugroepwet. We kunnen dat voorkomen. Voorkomen door een wet. En dat wet moet permanent zijn. Niemand moet eraan komen. Zoals men gedaan heeft in 2016. Om de wet van 2005 terug te roepen. In te trekken. Dat moet voorkomen worden. En daar heb ik u als pers. De stem van het volk. Oog van het volk. De medewerker nodig. Laten wij dat aan het volk bewust maken. Want de belangen is groot. Heel groot. Toen waren we arm, maar niemand die belangstelling. Wat heb je eraan om iemand om te kopen? Maar nu, als je zo iemand kan omkopen, stel voor je hebt 20 en je hebt nog 6 mensen nodig, is nog geen 10 miljoen dollar. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar het kan voorkomen worden. De terugroepwet werd in 2005 ingevoerd om kiezers meer macht te geven over hun gekozen vertegenwoordigers. De wet maakte het mogelijk om volksvertegenwoordigers terug te roepen uit het parlement als ze hun zetel opgaven of overliepen naar een andere partij, veroordeeld werden voor een misdrijf of hun taken verwaarloosden en het vertrouwen van de kiezers verloren.